Welkom bij Via Cultura Live, bij de wijkeditie van 15 september 2022 uit de wijk Wielwijk. Gepresenteerd door Manal Venhorst. Gasten zijn deze week mevrouw Klaaske Ronner, Monica Welscher, Maria van der Adel, Paola Laclay, Mohamed Brami, Ivan Smitter en Max Stewart, de wijkmanager. Live muziek wordt verzorgd door het Happy Voice Core. Goedenavond, welkom bij het tweede uur van Via Cultura Live. Vanuit de wijkeditie, vanuit wijkcentrum De Admiraal in Wielwijk. We hebben net weer een nummer gehoord van het Happy Voice Core dat de live muziek verzorgt. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. De contactgegevens van de Happy Voice Core, dat gaan we zetten op de Facebookpagina van ons en via Cultura 078. Superleuk. En voor twee uur heb ik als gast Mohamed Brami, Ivan Smitter en Max Swart. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ivan, zou ik met jou mogen beginnen? Want ik ken jou vanuit als oprichter van Stichting De Werkshop een aantal jaar geleden. Kun je iets vertellen over hoe je dat bent begonnen en waarom? Nou, ik ben in 2010 op een sollicitatiegesprek geweest in de wijk Krabbehof als eerst. Mm-hmm. En daar werd ik geïnterviewd door deze meneer en nog een paar anderen van de stichting die toen het onderdeel waren van het sociaal programma Krabbehof en Wielwijk. Ja. En daar solliciteerde ik op die functie van werkmakelaar voor deze twee wijken plus Crispijn. Mm-hmm. En de boodschap was eigenlijk van, jongen, er is heel veel overlast in de wijken. Mm-hmm. We hebben heel veel overlastgevende jongeren. Mm-hmm. Kan je ze aan het werk zetten? En dat was gewoon puur de vraag. Punt. Gewoon puur werk? Ja. En toen zei ik, ja, is goed. En toen vroeg Max me, ja, maar hoe ga je dat doen als ze niet wil? Ik zei, nou, dan ga ik gewoon naar binnen en ik sleep hem naar buiten en hij gaat gewoon werken. En toen had ik de baan. Ja. En dat was in 2010. En toen zijn we begonnen op de Colijnstraat. Ja. En hier op het plein. Mm-hmm. Want die jongens verplaatsten zich steeds van Krabbehof naar Wielwijk. Het was dezelfde groep eigenlijk? Ja, dus min of meer. Ja. En op een gegeven moment hadden Max en ik en van de Woenbron, Alex, mm-hmm. hadden zo'n besloten om samen met z'n drieën die jongens even goed aan te spreken. Nou, toen hebben we op een koude decemberavond in 2010, dat was toen een hele koude winter toen. Toen hebben we 14 jongens besloten om een uitdaging met me aan te gaan om als steigerbouwer opgeleid te worden. Mm-hmm. Op een gegeven moment was het zo koud en ze zaten in Middelharnis op de training dat de politie me had gebeld van, joh, ik hoop niet dat die jongens in Middelharnis zitten. En ik belde zo, ze zeggen, ja, we zijn gewoon hier. Dus niemand wilde het geloven. En zo is Max gezegd, kom maar halen, we gaan kijken. Mm-hmm. Toen stonden ze daar met min 10 steigers te bouwen. Te werken. Ja. En vanaf toen is het eigenlijk zo gegaan dat heel veel jongens naar me toe kwamen uit verschillende wijken, ook vanuit voornamelijk ook uit Wielwijk, mm-hmm. om opgeleid te worden tot toen steigerbouwer en later asbestsaneerder. En dat waren toen de twee hot jobs. Ja, ja. En mensen, voor de duidelijkheid, ze verdienen normaal gewoon goed loon. Ja, ze verdienden heel veel geld. Het was geen sociaal gesubsidieerd werk. Nee, ze verdienden echt gewoon geld, echt geld. Want ja, ze kwamen van de straat en ze waren gewend om hun geld daar te verdienen. Ja, ja. En ze waren blij en ze kregen waardering. Ja. En wat mij de kracht gaf, was dat ik bijvoorbeeld ook soms, want ik heb ook kinderen en ik woon in Rotterdam. Ik ga soms ook naar Blijdorp. Mm-hmm. Dan kwam ik ze daar tegen en dan waren ze echt blij om me te zien. En zeg van, ja, kijk, ik ga nu eindelijk dingen doen met mijn gezin. Mm-mm. En van de winkeliers hoorde ik ook vaak van, joh, weet je, nu worden de dingen betaald in plaats dat men de zaak uitrent. Dus het had wel effect op de groep. Ja. En ook de moeders kwamen toe met hun kinderen. Mm-hmm. Nou, de gemeente die heeft op een gegeven moment ook gezegd, weet je, dit moeten we gaan verduurzamen. Dus ik heb toen een stichting opgericht, Stichting Workshop. Ja. Toen zijn we met 3 man begonnen. Mm-hmm. Inmiddels 7 jaar verder zitten we op 35 vaste medewerkers en 15 stagiaires. We werken dus eigenlijk Rotterdam en omgeving en het hele gebied. Maar in Dordrecht hebben we het wel voor elkaar gekregen om, want ooit vroeg de directeur van
M.O. Marcel van de Priem die vroeg me, wat is je droom? Ja. Ik zeg, nou, mijn droom is om dat iedereen die hier binnenloopt, dat ik die persoon zonder enige obstakel kan helpen van A naar B. Ja. Of tot Z. En die droom is nu verwezenlijk. Mm-hmm. Ik heb het samen met Maya Samen vaker opgezet. Dat is nu de directeur. Mm-hmm. Die had het beleidsmatige in zich. Ik ben echt een jongen van de straat. Mm-hmm. Ik zit echt met mijn benen tussen de dingen. Je praat echt met de cliënten? Ik praat ook met cliënten. Noemen jullie ze cliënten of deelnemers? Of? Ja, ik noem ze cliënten, leden cliënten van de workshop. Ik zeg, als je een workshop trui aan hebt, ben je voor altijd lid. Ja. En dan ga ik je altijd helpen. Ja. Ja. En de gemeente Dordrecht, moet ik wel zeggen, of, ja, Dordrecht heeft echt heel veel gedaan. Mm-hmm. We hebben, want ik merk dat heel veel mensen niet weten wat er allemaal in Dordrecht ter beschikking is voor mensen. Ja. Heb je het idee dat er te veel loketten zijn? Want dat hoorde ik gisteren op het nieuws, geloof ik, dat ze zeiden, er zijn te veel loketten, het is te verspreid, mensen weten niet waar ze zich moeten melden. Herken je dat of? Ben jij een van, nee, ben niet een van die loketten? Nee, ik ben niet een van de loketten. Ik weet wel dat er heel veel is voor mensen. Mm-hmm. En daarom hebben we de sociale wijkteams. Mm-hmm. En als het goed is, moeten al die sociale wijkteams ook precies weten wie bij welk loket zijn moet. En wij hebben namelijk contact met hun. Mm-hmm. We hebben een soort keten. En in die keten zitten de sociale wijkteam mee. Al die hulpinstanties zitten erin. Mm-hmm. En dan is het zo dat als iemand bij ons binnenloopt en wij zeggen, joh, weet je, jij bent nog niet klaar voor werk. Je moet even gaan werken aan je gezondheid, aan dit. Mm-hmm. Dan verwijzen we die persoon door naar het desbetreffende wijkteam. We hebben ook eentje hier om de hoek. Ja, ja, ja. En die pakken het dan professioneel op en gaan daar echt met die klanten op weg. Om te kijken van, oké, wat voor hulp heb je echt nodig? Ja. Kijk, onze wethouder Peter Heikoop, die heeft ooit gezegd, ik wil dat niemand op straat slaapt. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat gebeurt ook. Je bedoelt dat er niemand meer op straat slaapt of dat er nog steeds mensen op straat slapen? Nee, dat als iemand hulp nodig heeft of geen woonde, dan gaan we van. Ook al is diegene niet verzekerd en ook al heeft diegene geen inschrijving in het GBA, dan help je ze toch? Hij moet wel een binding hebben met de Drechtsteden. Drechtsteden, maar dat is breed. Dat is breed, maar Dordrecht vooral. Dus iedereen die een binding heeft met de Drechtstad, die kan bij jou hulp krijgen? Ja, die kan binnenlopen. En dat zijn dingen die gewoon geregeld zijn. Ja, ja. We hebben het RMT, dat is een soort van ding hier in Dordrecht. Mm-hmm. RMT? Dat zijn gewoon regionale gelden die bij elkaar zijn. En dat wordt door de gemeente Dordrecht beschikbaar gesteld. En iedereen die uit de Drechtsteden komt, die heeft recht om geholpen te worden. Aan een opleiding of als je bij mij binnenstapt en je hebt geen uitkering, je hebt geen adres, niks. Dan gaan we toch kijken wat we voor je kunnen doen. Dat is een van de grote taken die we doen. We werken samen met sociale dienst. En daar doen we verschillende doelgroepen. Dus je hebt niet een aanbod, maar je krijgt gewoon wat een cliënt nodig heeft. En dat ga je regelen. Ja, het is je gewoon werkt maatwerk. Cliëntgericht. Ja, dus iedereen kan gewoon binnenstappen. Met of zonder uitkering, met of zonder adres. Wel een binding hebben met Dordrecht. Dat is wel belangrijk. Alle leeftijdsgroepen ook? Ja, tot 67 jaar. Tot 67 jaar. Ja. Dus, en als je ouder bent, dan ga ik je ook nog helpen. Ja. Misschien niet aan werk, maar ik kan je wel wegwijs maken richting de juiste hulp. Mm-hmm. Want veel mensen weten dat niet, hè, dat het er is. Nee. Je wordt niet helemaal overspoeld door heel veel mensen? Bedankt. Nee, want net wat je zegt, er zijn zoveel loketten dat mensen dat niet weten. Ja, waar zitten jullie? We zitten hier naast Vermoen. Ja. We hebben al die tijd op de Colleenstraat gezeten. Ja. We zijn toen verhuisd naar Wielwijk, omdat we graag in de wijk willen blijven. Mm-hmm. En nogmaals, weet je, we werken met iedereen. We zijn onderdeel van het handhavingsteam ook. Dus dat we als jongens zeggen van ja, we willen ons leven verbeteren, zijn ze van harte welkom bij ons. We werken met Da Vinci College, we werken met verschillende sociale wijkteams. We werken met Leger des Heils, we werken met Julius. Gewoon alle aanbieders alles stichtingen, we. Aanbieders in de wijk, daar werken jullie in principe mee samen. Ja, dus als het om werk gaat, je wil een kans hebben op de arbeidsmarkt, je zoekt een opleiding, je wil de juiste weg op, kan je altijd bij ons binnenstappen. Wij gaan kijken wie en welke partij voor jou op dat moment het beste is. Wij blijven wel in beeld. Een soort makelaarachtig. Werkmakelaar. Werkmakelaar. Ja, en we hebben, ik hoorde ook dingen over jongeren. Kijk, je hebt ook jongerenwerk, Renewed loopt ook rond. Er is een MDT hier in dingen. Ja. We hebben Next Chapter. Dat is ook zo'n soort samenwerking met Renewed.
Waarbij we jongeren actief houden of hun talenten willen ontdekken. Ja, ja, ja. En die zaken lopen goed. Dus er gebeuren ook heel veel leuke dingen. Mm-hmm. Dus dat is wel leuk om een keer gezegd te hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus, en dat is wat we eigenlijk doen. Nog veel meer, want dan kan ik tot morgenochtend doorgaan hoor. Maar beperkt het tot dit even. Ja. Misschien iets leuks. In een van die groepen die jij ook had geholpen met asbest. Ja. Ze hebben een diploma gehad. Die jongens zijn helemaal in Dubai gaan werken. In Dubai? Ja. Ja, echt serieus. Oh my god. Ja. Dik geld verdiend. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja, en ja. Dat was wel een... ja. Dat waren wel dingen die gebeuren. Maar het maar leuke... Zelfs als je dak- en thuisloos bent, kun je dan ook een baan krijgen via jou? Is dat een belemmering? Ja. En als je geen VOG hebt? Ja, ik doe alleen maar jongens zonder VOG. Je doet alleen maar jongens zonder VOG? Ja, maar dat is een een verhaaltje. Want kijk, ik was een keer ook in de gevangenis op een banenmarkt. Mm-hmm. En toen stonden die mannen die VOG's verstrekten, die stonden ook daar. Ja, oké. Okay, ja. Die zeiden ook tegen me van, ja, niet iedereen als je wordt geen gewerkt. VOG hebt of je hebt in detentie gezeten, maakt niet uit... Nee, het hangt ervan af wat je hebt gedaan. Mm-hmm. Oh, wacht even. Ja. Dat is het. Dus als je bijvoorbeeld drugs hebt gedaan... Ik kan gedaan, in ieder geval vragen aan iemand of je kan helpen. Nee, je kan altijd. Er zijn genoeg banen waar je geen VOG nodig hebt. Je moet wel je gedrag aanpassen. Ja. En wat we doen, we hebben dus een heel traject ervoor. Een methodiek waarbij we dus in eerste instantie... eerst de persoon gaan screenen. Mm-hmm. Kijken hoe zijn houding gedrag is. Mm-hmm. We doen aan sporten. Dat helpt heel veel. We geven workshops. Mm-hmm. Ja, we doen van alles en nog wat om om ze echt goed te activeren en ze zelf redzaam te maken. En als dat geregeld is, dan zetten we ze aan het werk bij... we hebben een heel groot netwerk aan bedrijven. Maar werkt dat nou ook niet preventief als je hier al in de wijk zit en je hoort hanggroepen hier op Admiraalsplein? Ja. Is dat dan niet, als jullie dan langslopen, iets van, hey, wie zijn dat? Werkt dat ook niet preventief, dat jullie hier zitten? Nou, die groepen die hier hangen zijn voornamelijk, denk ik... want ik loop ook af en toe hier. Ja. Zijn vaak jongens die onder de 18 jaar zijn. Oh, echt jonge. Want die doelgroepen zijn wat jonger geworden... die overlast veroorzaken. Mm-hmm. Dus dan moet echt Renewed voor... Renewed, als dit is hier het jongerenwerk van Dordrecht? Het jongerenwerk. Of is het alleen deze wijk? Nee, voor heel Dordrecht. Heel Dordrecht. Renewed, oké. Ja, ja. En de politie die houdt ook een oog in het cel. Wat wel gebeurt is dat ze wel praatjes gaan maken van... joh, weet je, als je werk zoekt, ga naar de workshop. Ah ja, ja. Of dan worden we gebeld. Soms kreeg ik s'avonds een telefoontje... en de volgende dag zit die jongen dan op kantoor bij me. En dan gaan we kijken. Snel schakelen, dat is het beste. Ja, ja, je moet snel schakelen, want anders laat je je collega, de agent, even vallen. Mm-hmm. Ja. Dus dit soort zaken moet je niet laten liggen. Dus moet je direct actie opzetten. Oké. Okay. Goede afspraken maken en dan ziet die jongen ook van, hey, er wordt echt iets voor me gedaan. Ja. Of dame, want we hebben ook vrouwen die we helpen. Dus dat doen we. Oké, dankjewel. Ja. Het is nu 15:15. Dus misschien kunnen we nog een lied laten horen van het koor. Omdat ik alleen van jou maar hou, ik voel me zo alleen.
kans dat ik vraag, zeg, wil je niet graag altijd bij me zijn? Want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop ik je zag in de maneschijn. En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes tot me zei. Oh, darling, dans toch helemaal met mij. En ik denk altijd weer aan wat jij Voice, hartstikke bedankt. En als volgende gast, Ivan Smitter had het er net al over het wijkteam. Nu hebben we hier Mohamed Brahmi. Welkom. Dank je wel. Want ik had begrepen dat je nog niet zo heel erg lang in deze wijk werkzaam bent in het wijkteam. Of, nou, nee, inmiddels ook. Nou, even kijken, 6 jaar nu. Oh ja, nee, maar dat is hartstikke lang. Okay. Nee, dat is heel lang. Nee, maar voorheen heb ik natuurlijk ook hier gewerkt vanuit het jongerenwerk. Dus de Renewed, hè, waar we net over hadden. Ja. Heb ik in het verleden ook hier gewerkt. Maar dat is wel, nou, volgens mij 10 jaar geleden. Toen je nog wat jonger was. Ja. Als jongerenwerker. Dus je bent eigenlijk, heb je de overstap gemaakt naar het wijkteam? Ja. En ben je dan in dienst van de gemeente of ben je in dienst van een andere organisatie? Want wat is eigenlijk een wijkteam, voor de mensen die het niet weten? Een wijkteam is een bureau waar alle bewoners in de wijk terecht kunnen met hun vragen. Ja. En daar zit zowel het jeugdafdeling als het volwassenenafdeling. Ja. Nou, ook jeugdafdeling doet in het kader van jeugdwet het hulpvragen toeleiden naar zorg. Zorg, ja. Dus als mensen het te maken met de eigen kinderen op school bijvoorbeeld, dat niet zo goed mee kunnen op school. Mm. En ze hebben wat extra hulp nodig. Ja. Of in de opvoeding, ze hebben wat ondersteuning nodig. Dus kunnen ze allemaal terecht bij het sociaal wijkteam. Maar het kan ook dat je kind bepaalde onderzoeken, psychische onderzoeken, dat kun je ook bij het sociaal wijkteam. En die doen een intake met jou. Op een actieplan. En dan wordt dan met de ouders gekeken van, nou, wat is het beste zorgaanbieder hier in de regio, en met name in Dordrecht, die aansluit aan de hulpvraag van de ouders. Samen met de ouders doen jullie dat. En doen jullie dan ook die hulpverlening zelf, of verwijzen jullie door naar een andere instantie? Nou, we hebben niet alle expertise in huis natuurlijk, op het gebied van opvoeding en noem maar op. Dus daar kunnen wij dus ook heel veel. En begeleiden van de ouders, ondersteunen van de ouders, kunnen we er ook heel veel mee. Maar er zijn ook bepaalde specialismen, als het gaat om psychiatrie en noem maar op. Dus dan wordt het echt overgelaten aan andere zorgaanbieders. Maar als bijvoorbeeld iemand psychiatrische problemen heeft en die gaat niet naar de huisarts, maar die gaat naar jullie, kunnen jullie dan wel de hulpverlening inzetten, of moet hij alsnog eerst naar de huisarts? Nou, in de meeste gevallen van de huisarts kan altijd ook doorverwijzen. Naar jullie? Nou, ook naar ons. Dus je hebt de basis GGZ en je hebt gespecialiseerde GGZ. Nou, de huisarts kan inderdaad ook, vooral met het naam bij de basis GGZ, zou hij ook naar ons doorverwijzen en wij dan met de ouders gaan kijken. Wij doen toch wel een bredere screening dan de huisarts. Hè? Want de huisarts is toch wel wat korter. En dan krijg je een doorverwijzing. Maar wij doen dan ook een soort kaasstrategie. Op het moment dat je echt wat langere zorg nodig hebt, dan word je ook door iemand vanuit het sociaal wijkteam verder in begeleid. Dus jullie zijn ook echt hulpverleners? We zijn ook inderdaad hulpverleners. Ah ja. En jullie werken ook samen met Ivan? Ja, we werken ook inderdaad samen met Ivan, ja. En ook met Max? Ja.
Nou, al is dat inderdaad doorwijzen, want ze zitten net achter ons. Ah, en sommige mensen weten het niet, dus dan is het ook vaak wel nou, iemand zit hier achter. Ja. En het is, bij jullie is de bedoeling dat het laagdrempelig is. Dus iedereen kan langskomen zonder afspraak, of moet je eerst Ja, inderdaad. Dus dat is zonder afspraak. Dan hebben we de inloopspreekuur. Dan heb je dus de volwassenentak en dat is veel uitgebreider. Hè, want we hebben het over heel veel loketjes. Als je kijkt bij ons op de inloop, hoeveel folders er niet liggen. Weet je het zelf wel? Heb jij wel zelf wat er allemaal wel niet is? Kun je dat bijhouden? Soms moet ik ook wel zoeken. Ik denk ook van zijn collega's die wellicht alles wel weten. Ja. Maar soms moet je ook echt even zoeken. Maar we hebben ook een database waar wij echt ook kunnen zoeken. Sinds corona, voorheen hadden wij zowel een inloopuur hier in Wilwijk als in Krabbenhof. Maar sinds corona is dat dus de inloop is verplaatst naar alleen Krabbenhof. Ja. En de afspraken worden zowel hier als in Krabbenhof gehouden. Mm. Dus op de maandagmiddag van half 1 tot 4 is inloop zonder enige afspraak. En dan is het op de dinsdag is het weer in de ochtend. En de volgende dag weer in de middag. En dan weer. En mensen kunnen met alle soorten problemen bij jullie terecht. Ja. Maakt niet uit wat. Mensen kunnen met gekste vragen. Maar zelfs als ze een boete hebben gekregen van toezicht en handhaving. Omdat ze absoluut, muziek hebben gemaakt. Absoluut, dan kunnen ze ook bij jullie terecht. Kunnen ze ook bij je terecht. Als ze denken van ik heb hulp bij het maken van bezwaren. Okay. Kunt je ook bij je terecht. Nou, bij deze. Ja, inderdaad. Ja. Nou, bij deze. Dus jullie kunnen hem helpen met het schrijven van een bezwaar. Wij helpen dus iedereen, want er gaat niemand de deur uit voordat hij geholpen is. Dus of wij hem zelf kunnen helpen en anders staat hij ook nog doorverwezen naar een andere. En hebben jullie dan niet stikdruk? Ja, het is druk, maar in welke zorgland is het nou tegenwoordig niet zo druk? Ja. Dus het is, we zijn geen uitzondering daarin. Ja. Dus het is wel druk, maar collega's weten wel van aanpoten. Ja, jeetje. Ja. En heb je het idee dat hier bepaalde problematiek is die in andere wijken niet speelt? Of is hier juist iets wat heel goed gaat? Of ben je ergens heel tevreden over dat je denkt van nou, als ik het vergelijk met die in die wijk, is het hier wel een stukje beter geregeld? Ik weet niet hoe dat in een andere wijk zit, maar ik denk dat dat dan een beetje wel. Mensen dan wel bijna allemaal hetzelfde probleem hebben. Het kan best dat er hier op het gebied van armoede wat meer is dan in wijken waar mensen wel welvarender zijn. Mm-hmm. Twee verdienners, die zitten misschien meer op relatieproblemen, opvoedingsproblemen en andere problemen. Maar hier zitten ook mensen, heel veel mensen echt op armoedegrens. Dus zoals doorverwijzing naar voedselbank en al die dingen. Maar hebben die niet wachtlijsten, de voedselbanken? Ik bedoel, dat hoorde ik. De laatste tijd is enorm toegenomen. Dus er wordt nu een zware selectie nu toch gepast. Wie wel kan en wie niet. Dus dan wordt het alleen maar de selectie wordt er nog strenger gemaakt. Maar ik hou mijn hart vast. Nu met die hoge energieprijzen, wat niet aan armoede meer gaat ontstaan. Dus dan heb je nu ook een andere categorie mensen. Maar dat zit er nog aan te komen, die hele hoge energienota's. Wat je op televisie ziet, dat mensen zich laten afsluiten van het gas. Ja. Dat is hier nog niet. Dat is hier nog niet, maar dat zal ongetwijfeld ook hier komen. Ja, dus, maar geef je dat dan ook als signaal door aan de gemeente? Hebben jullie daar de mogelijkheden toe? Nou, als jullie zoiets signaleren? Ik zag de wethouder regelmatig op televisie zeggen dat. En hij pleit natuurlijk ook voor dat er niemand wordt afgesloten. Ja. En ik denk zowel nu op Europees niveau als op landelijk niveau wordt nu gekeken hoe men kan voorkomen dat mensen afgesloten worden. Want jullie bieden ook verwijzen ook door naar schuldhulpverlening? Ja. Of doen jullie dat zelf? We hebben mensen vanuit schuldhulpverlening intern. Die komen één keer in de week. Dus alle hulpvragen met de schulden, die worden dan naar die dag verwijzen. Ja. En dan hoeven ze niet specifiek naar de gemeente. Maar die kunnen gewoon hier in de wijk ook geholpen worden. En heb je gemerkt, want dat hoorde ik ook weer toevallig, dat mensen door het wantrouwen dat ze hebben in de overheid, dat ze bijvoorbeeld geen toeslagen meer durven aan te vragen? Hebben jullie het idee dat jullie echt mensen moeten overreden om die toeslagen toch aan te vragen? Ik kan best voorstellen dat er mensen er zijn.
Persoonlijk vind ik het altijd ingewikkeld. Als ik iets vraag aan de Belastingdienst, ja, dan moet ik altijd achteraf afbetalen. Dan denk ik van, nou, hoe kan het nou? Want ik krijg het geld en hoe kan het dat ik achteraf nog moet teruggeven? Ik kan best voorstellen dat mensen niet eens durven, als zij een keer hebben het benje gemaakt, dat ze niet meer durven om zo'n aanvraag in te dienen. Maar gelukkig, we hebben hier ook hier in het buurthuis van het financiële huis. Die helpen met belastingformulieren invullen. Dat zijn mensen die wel kennis hebben van belastingen. Dus die kunnen wel die mensen helpen. Dus dat is op zich wel daar ook wel een mogelijkheid voor. Zo te horen is er in Wielwijk heel veel georganiseerd om mensen laagdrempelig te helpen. Ja, absoluut. Oh, dat is wel mooi. Ja. En ik heb begrepen dat we nu een muziekstuk gaan krijgen van de straat. Muzikant die we net gehoord hebben. Ik ben erg benieuwd. Dit is live, dus het is spontaan. Ja. Goedenavond. Ik wil iets toevoegen. Wout wonen in de pleinen. Ik ook. En het zijn de zomeren spellen. Ik heb hem toen met hem zingen. Ik ben ook oud muzikant, maar ik heb ongeluk gehad, dus ik kan niet meer spelen. En vanavond een proberen iets. Goed? Prima. Maestro, prego. En nou, optreden van de meneer. Long to
Kijk, dit kan er allemaal gebeuren tijdens een live-uitzending. Dat maakt natuurlijk wel leuk. Ja. En we heten natuurlijk ook via Cultura. Ja. Hartstikke bedankt. Nou, Max Swart, ik had begrepen dat u hier ook een hele tijd gewerkt hebt in de wijk Wielwijk. Ja, dat klopt, ja. Voordat u naar, want u bent eigenlijk niet de wijkmanager van deze wijk, maar u bent eigenlijk de wijkmanager van Crespijn. Nee. Klopt. Maar u heeft hier wel heel lang gewerkt, toch? Ja, klopt, ja. En ineens ik wel, dat ken ik. Dus je kent eigenlijk iedereen. Natuurlijk, ja. En ook een aantal bewoners heb ik gesproken. Sommigen die herkennen me niet eens meer. Echt waar? Maar ik heb heel lang hier in de wijk gewerkt. Ja. Ik zit al meer dan 35 jaar bij de gemeente. Want, dus, even voor mij, want wat doet eigenlijk nou een wijkmanager? Gaat die over het licht, het groen, maar ook over instellingen? Wat doet een wijkmanager precies? Over alles wat er in de wijk gebeurt? Bent u het aanspreekpunt? Je bent eigenlijk het voorportaal van de gemeente in de wijk. Ah. Ja, dus primair ben je verantwoordelijk voor de leefbaarheid, veiligheid, schoon, heel en veilig. Wacht even, schoon, heel en veilig. Maar dat zijn best wel veel... Dat zijn containerbegrippen. Veel dingen. Dat gaat bijna van alles. En daar bent u verantwoordelijk voor? Ja, eigenlijk wel. Ik zeg altijd, het allerbelangrijkste is dat je probeert gewoon... een goed contact te leggen met de bewoners. Ah ja, dus je bent ook zichtbaar voor de bewoners. En ze kunnen u ook gewoon vinden als ze tegen iets aanlopen. Ja, ik bedoel, ik ben wijkmanager in Crespijn. Mm-hmm. Maar daar heb je mijn kantoor, in de wijk zelf. Mensen kunnen gewoon echt bij u naar binnen? Ja, ze kunnen gewoon binnenlopen. Okay. En hier, toen ik in Wielwijk zat, zat ik ook hier gewoon in de wijk. Dat is wel een toegankelijke overheid. Dus u bent voor de gemeente Dordrecht... het echt gezicht van de gemeente Dordrecht voor de wijk. Ja, de wijk. Ja, zo is het wel. Ah, ja. Dus, en als u dan iets hebt gesignaleerd... of als bewoners tegen iets aanlopen... dan kunnen ze het bij u melden... en dan kunt u dat weer bij de gemeente neerleggen... om te vragen van, ik loop hier tegenaan. Ja. Of moet u zelf voor een oplossing Nee, dat doet lastig. Want, kijk, ik werk met programma's... op een heleboel beleidsterreinen natuurlijk. Ah, en vaak is het zo dat ik dan zeg van... oké, welke beleidsambtenaar is je wel verantwoordelijk? Of gaat het over verkeer? Okay. Gaat het over overlast? Is de politie of toezicht en handhaving? Dus ja, je moet wel weten van, hoe je die schakel moet maken. Maar u bent bijvoorbeeld ook wel dan een vraagbaak... voor de beleidsambtenaren die iets moeten met een wijk... en dat ze aan u vragen, hoe zit het in die wijk? Wat kan ik het beste doen voor... Niet alleen veranderen, maar ook voor andere organisaties. Zeker nu in deze periode met... flinke armoede en inflatie. Dat keihard toeslaat. Zeker in West. Ja. Dus dan, dan... Maar hoe signaleer je dat het erger wordt? Is dat... Ja, ik fiets bijna elke dag door de wijk. Ja. Dus je ziet hoe dingen... Ik ken veel mensen. Veel mensen kennen me ook van vroeger. Mm-hmm. Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben weer terug. Dus dat is die contact leggen. Dat is belangrijk. En ik zeg, blijf het zeggen. En mensen gewoon respect met vertrouwen behandelen. Ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Echt, gewoon mensen met respect behandelen. Wie je ook bent, welke kleur of... maakt niet uit.
hoort wel eens dat er nu, ook door de coronaperiode, wat meer mensen niet zoveel vertrouwen meer hebben in de overheid. Merkt u dat? Ja. Ja, ja. Moet ik gewoon eerlijk zeggen. Ja, dat is ook zo. Ja. Het is niet, kijk, corona heeft ook natuurlijk zeg maar, die afstand nog groter gemaakt natuurlijk. Mm-hmm. Ja, 2 jaar lang dat je gewoon bijna niks kon doen in, mm-hmm. in de wijkcentra's of het minimale. Mm-hmm. Ze hebben dat brengt ook een kloof. Maar wordt het omdat u werkt ook voor de gemeente, wordt u dat een soort van ook aangerekend? Van ja, maar jij werkt voor de gemeente, je bent een ambtenaar. Of... Oh ja, natuurlijk. Ja? Ik bedoel, ik had laatst nog iemand aangesproken. Ik zei hem even, je bent gewoon een spion. Ja, ik zei, ja, maakt niet uit, dan spreek je toch erop aan. Ja, ja, ja. Ja, dat doen we niet. Ja. En hoe ga je daar dan mee om als ambtenaar? Ja, gewoon nogmaals, dan zeg ik, kijk, je moet wel mensen op een fatsoenlijke manier aanspreken. Mm. Ja, dus een van de belangrijke facetten is natuurlijk, je moet wel goed kunnen communiceren. Ja. Kijk, je kan niet met iemand, ja, dat kan ik nu niet zeggen tijdens het interview natuurlijk. Weet je, moet gewoon mensen gewoon met respect behandelen. Mm-hmm. Ja, ja. Als je dat geeft, dan krijg je dat ook terug. Dat is mijn ervaring. Al die jaren werken ben ik ook hier in Wielwijk, hoor. Ik was ook een van de projectmedewerkers van de hele opzet van het wijkcentrum. Ja. Voor dit wijkcentrum? Voor dit wijkcentrum, ja. Ja, dus we hebben van alles gedaan in de wijk. Ja. En dat merk je wel. Het is, ik denk meer vanwege het financiën natuurlijk. Mm-hmm. Het is behoorlijk bezuinigd, dat wel. Ja, en wat ik hoorde net wel van, er wordt niet zoveel georganiseerd voor de jongeren. Is dat omdat er veel is wegbezuinigd? Of gaat men ervan uit dat mensen het zelf moeten doen in het kader van de zelfredzaamheid? Of is het gewoon zo? Nee, ik denk gegroeid. Het is een hè? Ik bedoel, ook... Kijk, kleine jongens zeggen altijd, het wordt toch groter. Mm-hmm. Als je nu bijvoorbeeld, en je zegt van, oké, je bouwt een nieuwe wijk. Dus dan zeggen we, er zijn veel eengezinswoningen. Mm-hmm. Ja, dan moet je ervoor zorg dragen dat er ook speelfaciliteiten zijn voor die kinderen. Bij de kinderen, ja. Precies, ja. Maar wat krijg je op een gegeven moment? Op een gegeven moment worden die kinderen, die worden groot. Mm-hmm. 18, 20. En dan willen ze geen speeltuin meer. Nee, natuurlijk niet. Ze gaan niet op een wipkip of wat dan ook zitten. Ja. Ja, dus het is ook een continu proces dat je moet kijken... oké, wat vraagt de samenleving? Ah, ja. Ze hebben, en dat vind ik dat is heel belangrijk. Kijk, de samenleving is geen statisch geheel. Mm-hmm. Ja, mensen veranderen ook. Dus nieuwe wetten, van alles komt erbij. Dus het is best een complexe gegeven. Maar als u dan zeg maar vanuit vanavond dan dat signaal hebt gekregen... van er wordt voor een bepaalde leeftijdsgroep niet zo heel veel meer georganiseerd... waardoor ze nu op straat hangen. Is daar dan iets wat je daar aan kan doen? Of kan je dat even melden? Natuurlijk. Kijk, we hebben een hele bureau sportzaken. Ah, oké. Okay. Dus bijvoorbeeld komende week starten, de hele sportweek. Dus er gebeurt van alles. Of dan spreek je gewoon met de jongerenwerker. Ja, wat kunnen we betekenen voor een specifieke groep of wat dan ook? Ja. Want het is en blijft zeg maar, contact leggen met welke leeftijdscategorie en bevolkingsgroep dan ook. Ja. Dat is je primaire taak als overheid. En die krijgt ook signaal van Ivan en ook vanuit de wijkcentra. Ja, die weten we allemaal te vinden. Die weten je te vinden. Dus, als zorg is. Dus, ja. Maar je moet ook zo denken dat er natuurlijk in de lopende jaren... een behoorlijke verschuiving heeft plaatsgevonden. Zowel bij de jongeren als de bewoners in de wijk. Ja. De individualisme is enorm toegenomen, waardoor mensen weinig met elkaar te maken hebben. Dus heel veel activiteiten zijn ook echt gebaseerd op vrijwilligers. En als je geen vrijwilligers hebt, dan heb je ook minimale activiteiten. Mm-hmm. Want je kan als gemeente enorm bakken met geld tegenaan gooien, maar dat ken je niet. Dus dat moet echt in de meeste gevallen, als er blijkt ergens echt een probleem onder jongeren zijn... Mm-hmm. Dan wordt het dus met professionals opgepakt. Mm-hmm. En het moet dan overgedragen worden aan vrijwilligers... om dat weer het voor te zetten. Maar hebben jullie wel genoeg vrijwilligers dan? En dat is wel in de lopende jaren is het enorm afgenomen. Mm-hmm. Ik zit dan ook vanuit de jeugdzorgen natuurlijk. En dan merk je ook bijvoorbeeld als jongeren thuis in de kneel zitten met ouders... Mm-hmm. Ja, en zijn er wel eens ouders die een beroep op je doen... Mm-hmm. van hij of zij moet nu het huis uit. Mm-hmm. Ja, dat is wat je denkt natuurlijk aan familie, aan je eigen netwerk. Ja. Kan hij niet bij oma, opa, kan hij bij een tante, ooms. Ja. En dan hoor je alleen maar nee, ik ben helemaal alleen. Dus ja, en dan denk ik van, god, en is er ook wel zoiets voor acute nood qua... Want huisvesting is natuurlijk overal echt een crime. Ja. Maar die SF-flat die we dan ook in deze wijk... Heet die nog SF-flat? SSF. Die flat. Ja. Dat is voor kortdurende, voor 6 maanden... dat mensen daar als soort van crisisopvang kunnen... Is daar nog wel plek voor dat soort crisisgevallen? In sommige gevallen...
ja, ik had laatst ook een situatie wat wel ik het spijt me. Dan ben je als gemeente verantwoordelijk ervoor. Mm-hmm. Maar kijk, kun je wat? Er is een, ja, nee, maar, kijk, het is een probleem. Mm-hmm. Er is echt een woningnood. Maar er is ook een wet, en daar hebben we met z'n allen gewoon afgesproken. Mm-hmm. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Ja. Ze hebben dus, ja, we kunnen niet alleen blijven gaan. Ja, het is moeilijk, het is moeilijk. Ja, het is moeilijk, maar we moeten ook met oplossingen komen. Ja, en moet je dan heel creatief zijn? Of gebruik maken van heel je netwerk? Ja. Nee, zo is het, ja. En kijk, soms is het ook, zeg maar, oké, heb je bepaalde panden, zou je die kunnen verbouwen om tot, zeg maar, tijdelijk huisvesting, wat dan ook. Ja. Dus je moet gewoon heel creatief zijn. Ja. Zo simpel is het. En zeker in deze periode. Het is voor iedereen moeilijk. De gemeente is er wel mee bezig, want ik heb een artikel in de krant dat ze nu ook gaan kijken om huizen op te kopen. Ja. Want daar worden dus nu mee met ook mensen in het Van der Valk Hotel en al die hotels hier gezet. Door de gemeente? Ja, ja dat klopt. Ja. Dat is Peter Eikop is er mee bezig. En dan kan je ook de prijzen staan en als je kan je liever huizen kopen en dan de mensen daar in zetten. En ik werk ook in andere gemeenten. Ik zie het verschil. Kijk, hier kan ik echt met een gerust hart zeggen tegen iemand, het komt goed. In Dordrecht. Ja, in andere gemeentes kan ik dat niet zeggen. Dus iedere gemeente heeft gewoon echt ook zijn eigen aanpak. En, heeft zijn eigen aanpak. En hier is het wat transparanter. Ja. Kijk, en we moeten ook niet vergeten. Kijk, Dordrecht is een soort centrumgemeente ook. Hè? Ah ja. Dus we moeten behoorlijk wat faciliteiten... hebben ze zeg maar min of meer in Dordrecht gegroepeerd, snap je? Ja. Dus dan krijg je ook altijd veel meer hulpvragen. Dat is gewoon zo. Ja. Ze hebben, het is niet voor niets, het deed hele Drechtsteden tegenwoordig. Ja. Dus een soort samenwerkingsverband. Ja. Dus ja, dat brengt ook zijn voor- en zijn nadelen met zich mee. Zo is het. Ja. Het is met alles in het leven. Ja. Nou, zoeken we even wat vrolijkheid weer, hoor. Dan kijken we naar jullie. Is dat niet vrolijk? We gaan door naar een lied van The Happy Voice. Maatje, luister eens goed. Ik wou wat vragen aan jou. Ik zie vanavond een vriend waar ik veel van hou. Ik ga vaak met hem uit. Maar dat hij van me houdt, dat zei hij nog niet. Nu vraag ik jou om mij te helpen. Geluk is zo dichtbij. Wees lief en zijn vanavond extra voor mij. Maak je zorgen voor wat sfeer. Dat is jou toevertrouwd. Dan zegt hij me misschien dat hij van me wat vragen aan jou. Ik zie vanavond een vriend waar ik veel van hou. Ik ga vaak met hem uit. Ik weet dat hij me graag ziet, maar dat hij van me houdt, dat zei hij nog niet. Nu vraag ik dankjewel. We hadden een gesprek over de wijk met Max. Wat? Stj.
Stuart. Stuart, sorry, ik kan mijn eigen hand bijna niet lezen. Maar u vertelde net, voordat de uitzending begon, een verhaal over dat u ook bijvoorbeeld een rol heeft gehad in het maken van een geluidswal. Niet alleen nou, de... Nee, niet direct nou... natuurlijk, maar ik vond het wel... Dat verhaal vergeet ik nooit meer. Ja. Vond ik schitterend. En zo zie je hoe belangrijk bewoners zelf zijn. Hè? Ja. Mensen die woonden, zeg maar... langs de A16, voordat die kwam. Die oude bewoners, die weten het misschien wel. Mm-hmm. Je kon elkaar niet eens verstaan als je daar in de woonkamer zat bij elkaar. Zoveel verkeersbeweging had je, of heb je daar nog steeds. Ja. Er gaan miljoenen auto's per dag en vrachtwagens daar voorbij. Ja. En we hadden toen als een bijeenkomst hier in de wijk met... volgens mij was Paul Roosmuller was erbij. En, Pronk? Ja, en ja, kijk, dat is een oud-vriendin, die weet het nog. En ja, dan zeiden we van, nou weet je wat, als die mensen niet willen geloven... Ja. Haal ze maar in huis en laat ze gewoon maar een nachtje bij jullie gewoon slapen. De minister. Zo is dat geluidswal hier op de A16 gekomen, hoor. Dus de minister heeft een nachtje? Nee, dat was Paul Roosmuller, weet ik nog, Pronk. Ja, ze hebben daar geslapen, bij de bewoners thuis. Om te ervaren. Ja, ze konden elkaar niet eens in verstaan. Ja, zo erg was het, echt. Ja, en zodoende is de geluidswal gekomen. Is de geluidswal er gekomen? Ja, absoluut. Ah. Oké, ja. Over laagdrempelige overheid gesproken. Ja. Ja. Het heeft ook zo'n positieve dingen. Hè. Ja. Dus zeker het wijkgericht werken. Ja. Ik zeg precies wat Mohammed ook zei. Kijk, elke wijk is ook verschillend. Ja. Ja, dus je kan een wielwijk niet gaan vergelijken met een Dubbeldam. Dat is gewoon zo. Ja. Elke wijk is verschillend. Ik bedoel, zeker in Dordrecht-West. Mm-hmm. Ik denk, daar heb je zoveel verschillende culturen hier. Ja. Het is fantastisch. Als je het hebt over diversiteit, dan, dat is diversiteit. Ja. Nu staat in contact met allemaal. Ja. Ja, zo simpel is het. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Kijk, en zo ben je ook, zeg maar, de oren en de ogen ook van de gemeente, zeg maar, in de wijken. Ja. Ja, dat geldt voor mijn collega, gewoon Jacqueline Gomes. Dat geldt voor allemaal andere collega's. Mm-hmm. Alle wijken hebben een wijkmanager. Dat is een hele belangrijke taak. Ja, dus iedere wijk heeft een aparte wijkmanager? Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja, elke wijk heeft een wijkmanager. Eén wijkmanager? Eén wijkmanager. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Vroeger had je wel twee in Kerstwijk, maar nu is er maar één. Dus, oké, okay. Ja, ja. 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 Maar zo is het. Dan mogen ze wel zuinig op u zijn. Sorry? Mogen ze wel zuinig op u zijn bij de gemeente? Oh, nee, maar dat zijn ze wel, hoor. Dus, we kennen elkaar langer dan vandaag. Ja. Dus, ja. Maar als we het hebben over de toekomst van de wielwijk, want er wordt een heleboel gebouwd. Ik heb even op de site gekeken. Er zijn allemaal plannen. Er is een tiny forest. Ze zijn bezig met sociale stratificatie. Dus om wat duurdere woningen erbij te bouwen ook. Om de, neem ik aan, om de sociale cohesie en om de wijksamenstelling wat te veranderen. Ja, ja kijk, laten we gewoon eerlijk ook tegenover elkaar zijn. Kijk, als je alleen maar sociale woningbouw bouwt, dus alleen maar huurwoningen, dan kan de gemeente via de WOZ-waarde heel weinig geld binnenhalen. Het is zo'n gegeven. Je hebt gewoon geld nodig. Ja. Ik bedoel, het is niet alles. Ja. Zo werkt het wel. Ik bedoel, dan ga ik niet onder stoel en bank schrijven. Snap je? Maar dus dat doen we nu eigenlijk niet alleen hier in heel Dordrecht-West. Ja. Ja, dus zijn we echt moeten kijken, want je bent als gemeente wel verantwoordelijk voor je burgers en dat het goede huisvesting is. Ja. Dus dat is een kerde gegeven. Ja. Dus dat doen we wel, maar we moeten ook leren van onze fouten, zeg ik. Kijk, als je alleen maar sociale woningbouw maakt en alleen maar mensen met een laag inkomen bij elkaar stopt, jongens, dat is ook vraag om problemen. Ja, ja. Dus je moet het ook proberen mixen. Zo divers mogelijk te mixen. Middeninkomens, hoge inkomens. Ja, en de ene die een villa van 1 miljoen kan betalen, be my guest. Ja. Koop je grond en bouw het. Ja. Ja. Kijk, het is ook goed voor je wijk of voor je land. Ja. Mm-hmm. Ik denk niet dat er veel zullen zijn hier in Dordrecht-West, maar... dat levert ook geld op. Ja. 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 Maar jullie hebben ook een kruifkort. Is die er al? Of? Ja, hier in... Niet zo lang. Hier wordt goed gebruikt? Zeker, zeker weten. Dat wordt heel goed gebruikt. Dus er is ook wel behoefte aan sport en activiteiten? Ja, nee, kijk, dat is ook zo. Maar kijk, we hebben hier het hele sportcomplex in Zeehavenland. Dus dat wordt best goed gebruikt. Ik was een paar weken terug, was er ook een back-to-school evenement voor jongeren. Nou, dat was best goed bezocht. Voor de zondag, dan denk ik van prima. En is dat ook beschikbaar? Kun je ook sporten met wat lagere inkomens ergens hier in Wielwijk? Nou, iedereen mag daar sporten. Ik zie vaak, er is volgens mij een Somalische groep die altijd daar naartoe gaat. In,
In Gespijn zijn we nu met het Mvaro-terrein bezig. Om die meer toegankelijk ook te maken voor de wijk. Dat is het enige dat we wel gezegd, we moeten proberen om zeker in Dordrecht-West zoveel mogelijk sportfaciliteiten te behouden. Ja. Er is ook een aantal weg, eerlijk is eerlijk. Ja. Maar kijk, van de ene kant zou zeggen, mensen moeten meer bewegen. Bewegen, dat je sporten, gewoon gezonder. Geen obesitas, geen dingen, gezonder leven. Ja, dat moet de gemeente van de andere kant ook faciliteren. Ja, ja, ja. Dat gaat ook voor het Rijk, ik bedoel meer. Ja. Dus daar heb je gewoon als overheid een verantwoordelijkheid erin. Ja, maar je weet wel de afdeling sport en welzijn te vinden, ook binnen de gemeente. Oh ja, hun weten allemaal. Inmiddels denk ik dat iedereen de gemeente mee weet te vinden. Ja, dus maar dat is wel belangrijk wat je zegt. Van, je moet wel weten bij wie je moet zijn. En ik denk dat voor de burger is dat wel best behoorlijk complex geworden. Ja, ja, ja. Het is echt, Ook met digitalisering misschien? Precies, ook alles dat. Via een app. Ik kan me nog herinneren dat we hier in de wijk hebben ook digitale lessen gegeven. Mm-hmm. Kijk, met alle respect, maar voor oudere mensen, het wordt niet eenvoudiger op. Nee. Bijna alles wordt digitaal. Ja. Ja, wil je gewoon een aanmelding iets doen, is iets kapot, dan zeg je, doe maar een fictie. Ja. Maar als je niet met het ding kan omgaan. Mm-hmm. Ja. Maar dan kun je weer bij een wijkteam langs, toch? Je kan, dat kan. Zeker bij Rijkteam, maar je kan ook hier bij de buurtwerk. Bij een van de vrijwilligers. Bij buurtwerk hier in Admiraal. Ja. Ja, die helpen daar ook mee met papieren invullen. Dus al die kleine laagdrempelige hulpvragen, daar kun je gewoon hier terecht. Nou, super. Wordt dat een lastige vraag, dan word je ook van hier vandaan doorverwezen naar sociaal wijkteam. Ja. Nou, netjes. In de meeste wijkcentrums is dat mogelijk. Of in de bibliotheek, als het er is. In de wijk, dus dat kan wel. Ja, okay. Heel goed. Er is heel veel geregeld. Ja. Dus is eigenlijk best wel heel veel, eigenlijk tot mijn zeker. Verbazing. Ook okay, best wel veel gratis, moet ik zeggen. Ja. Er is zeker veel gratis. En ook sommige dingen voor mensen met een lage... een kleine portemonnee, laat ik zo zeggen. Met een uitkering heb je ook nog de Dordpas, waar je ook overal kortingen hebt op sport, op een keer... een bioscoopbezoek en zo. Hm. En voor de kinderen is daar ook heel veel mogelijkheden. De leergeld is er ook een mogelijkheid voor gezinnen. Want als je nou een laptop moet kopen omdat je kind op school zit... en ze zeggen je moet die laptop hebben? Nou, de leergeld is een mogelijkheid, Oké. En ook boeken? Ook allemaal via jullie. Ook. Hm. Dus alle kinderen die voortgezet onderwijs betreden... Hm. Krijg een budget van €500 op een jaarbasis. En dat kan je gewoon gebruiken. Of een laptop, of je kinderen laten sporten, of naar het zwemles. En als dat niet toereikend is, kan je nog een keer even een extra scratch opvragen. Nou, ik hoor de tune. En volgens mij gaan we dan snel nog het laatste liedje van de Happy Voice doen. Hierna kunnen jullie nog even doorspelen, want dan worden jullie opgenomen. Dat kunnen jullie op YouTube gebruiken. Kijk hij om zich heen. Morgen dag.
Amen.